Bij de hondensportvereniging Hoogkerk strijden dit weekend 38 goed getrainde werkhonden om de Holland Cup. De honden moeten laten zien dat zij een spoor kunnen volgen, een forse man in bedwang kunnen houden en goed kunnen luisteren naar de baas. Wat kunnen mensen verwachten die hier van het weekend de wedstrijd bezoeken? Zij kunnen denk ik een hoge kwaliteit aan hondensport zien, zowel op alle onderdelen. Er doen veel Nederlands geselecteerden voor het WK-team mee. Dus ik denk dat het een hele leuke, interessante, mooie hondensport weekend wordt. U ziet er nogal bezweet en vermoeid uit. Hoe ging het? Nou, het ging wel lekker, dacht ik. Alleen het is een heel explosieve sport, vanuit het niks alles geven en dan weer rust. En dat een aantal keer op een avond op een grote wedstrijd, 40 tot 60 keer, dat verwerkt nogal veel van je conditie. Wat is er nou leuk aan een hondensport? Ja, het is een combinatie. Je hond is je vriend. Je bent een eenheid samen. Je bouwt een band op. Je bent lekker bezig. Je bent buiten bezig. De hond vindt het fantastisch om iets te gaan doen. Dus die zit niet alleen maar thuis en in de kennel of in huis. Maar die is gewoon lekker actief met je bezig. En je krijgt echt een man-vrouw relatie of een hond... hondgeleider relatie. En dat is het leuke juist. Het is een heel leuk spelletje. Je leert honden begrijpen. Waarom honden dingen doen. En het is leuk om mee te helpen in het opbouwen van een hond. Kan ik bij wijze van spreken van het weekend met mijn tackle hier komen meedoen? Nee, helaas niet. Nee, het is specifiek omdat dit een internationale kampioenschap is. Is puur voor werkhonden. Wie de honden in actie wil zien... kan zaterdag en zondag terecht op het terrein van HSV Hoogkerk aan de Zuiderweg.